Hey Simon, lekker geroeid? Ja, heerlijk, maar die bootafschrijf, hè, dat is gewoon een ander verhaal. Het kost een half uur, gewoon inlogstress. Je hebt nog altijd wat te zeiken, man. Zal ik maar wat voor je schenken? Ja, lekker. Anders trek je niet in, hè? Ja, het is toch te gek voor woorden dat je moet inloggen om een boot af te schrijven? Ja, maar ja, goed. Had je de nieuwsbrief maar moeten lezen? Daar stond het allemaal in. Nieuwsbrief, jongen. Ja? Ik mis nog steeds het rugblad. Ja. Hé, hey, ach, niet zoveel. Kan dat doen in de kleedkamer? Ja, dat kan niet. Waarom niet? Het is daar gewoon hartstikke smerig. De lichten staan altijd aan. Ja. Je stopt je schenen tegen de stopzuiger aan. Is dat? Het is daar gewoon hartstikke vies. Ja. En de spiegel hangt ook nog eens op kleuterhoogte. Goedenavond, man. Goedemiddag. Wat zei jij nou? Hoe hoog hangt die? Leuterhoogte. Leuterhoogte? Nee. Jij hebt altijd weer met die vieze opmerkingen. Hier is daar gewoon een tropisch molasklimaat. Het is zo smerig. Ik ga er gewoon niet meer douchen. Punt uit. Oh, nou snap ik het allemaal waar die oerwoudgeluiden vandaan komen. Ja, voor die smerige vloer hebben we een oplossing gevonden. Bij het Amstel Jubileum kregen we allemaal Amstel badslippers. De oplossing voor Amstel eczeem. Dat is minstens net zo erg als mensen die met hun blote voeten in roeischoenen gaan. Doen ze dat? Nou, lekker gezellig hier. Wat is er nou weer aan de hand? Nee, ik heb het op de website. Alle voorgestelde veranderingen zijn nog steeds niet doorgevoerd. Nee. Nou ja, dan komt er dat veranderingen gefaseerd ingevoerd moeten worden. Oh, ja. Ja, ja, dat ken ik, dat stoplicht zeker op. Dat is het groen, dat is het oranje, dat is het rood, dat is weer groen. Niemand weet wat het betekent allemaal, hè? Nee, dat weet ik niet. Leuk, al die kleurtjes. Waarom hebben wij eigenlijk geen regenboogvlag? Ja, nou, lekker op met die regenboogvlag. We hebben hier alle kleuren van de regenboog, hè? We pavoiseren met alle kleuren van de regenboog. Ja, dat kan je wel zeggen, Wim. Als er maar wat te vieren valt, hè? Juist. Wat? Pavoiseren. Dat zijn toch van... Klein, partij? Nee, tanga, bedoel je. Nou, kunnen wij die ook zien op de muurkrant van jou? En jouw muurkrant, want er komen toch overal camera's hier te hangen. Muurkrant is wel muurkrant, weet je het over. Jongens, het is gewoon een elektronisch prikbord als het tenminste een keer wil gaan werken. Oh. Nou, dat lijkt me wel wat. Dan sponsor ik in de hal daar een paar leuke, heerlijke bioscoopstoelen en dan kunnen we rustig kijken. Kan ik dat thuis ook lekker inloggen, om me dat allemaal te voor zien? Voor mij mag je. Voor dus dan zeg ik Netflix op, dat scheelt toch allemaal maar weer. Hè? Zeg, mag dat wel, die camera's? Is dat niet tegen de privacywet? Ja, dat is een goeie. Die camera's die hangen er voor jouw veiligheid. Ja. Oh ja? En wie kijkt naar mij dan? Hij hoop ik niet. Nou ja, niks veiligheid. Jullie willen gewoon weten. Wie met wie in welke boot terechtkomt? Nou, dat willen we ook graag weten, ja. En we willen zien wie er zonder Amstel diagonaaltje in de boot gaat zitten. Oh ja, en dat heet dan vrijwilligerswerk zeker? Ja. Dat vind ik goed. Even zien.